26 juli wordt het feest gevierd van de heilige Anna en Joachim. Het zijn de grootouders van Jezus. In deze tijden van coronacrisis is nog eens gebleken hoe belangrijk het is dat generaties op elkaar kunnen terugvallen, van jong naar minder jong en ook omgekeerd. Herinner u hoe kinderen zich inspanden om contact te hebben met hun opa's en oma's? En herinner u ook wat grootouders in moeilijke omstandigheden van op afstand voor de jonge generatie hebben gedaan. Het is vanuit die ervaring dat Paus Franciscus de laatste zondag van de juli maand nu toewijdt aan de grootouders en de senioren. Wij bidden u, Heer, voor opa's en oma's. Doe ons de verborgen schatten van hun levenswijsheid en ervaring ontdekken. Vergroot onze dankbaarheid om hun inzet voor kinderen en kleinkinderen en voor de brede samenleving. Maak ons mild en zorgzaam wanneer zij lijden onder ziekte of eenzaamheid. Schenk hen moed en kracht wanneer de leeftijd begint te wegen. Laat hun voorbeeld ons helpen om onze eigen broosheid te aanvaarden en om te vertrouwen op uw aanwezigheid die alle tijd te boven gaat. Thank you.